is een stad zonder identiteit, helemaal niks. Maar ja. Wat doe ik eraan? Hè? Iedereen is vrij te komen. Het loopt allemaal in een behoorlijk druk vanavond. Is het voetbal of zo? Ja. Ik zie wel een deel. Ajax is wel een Ajax wordt kampioen net al. Of ze daar wel even. Oké, vanavond Jan Hendrik Bakker, hij is filosoof. Ik las een leuk boekwerkje, dat was van Platform 31. Dat heet Filosofen agenderen de stad. En daar stond een leuke verhaal in. We hebben al iemand gehad uit die race, naar Omi Jacobs. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft. Ja. Vond ik heel erg leuk. Die ging over het op kleine schaal leefbaar maken van de stad. Zodat, zij noemden dat mixofobie en mixofilie. Hè? Dus dat mensen angst hebben voor vreemdelingen en voor mixen. Ja. En hoe kan je nou de stad zo inrichten dat, dat je dat overwint? En er kwamen spontaan in de zaal, nou ja, enorm met eens. Goede idee, dus dat vond ik echt prima. Jasper. Jasper, wat ja. En vanavond dus Jan Hendrik Bakker over de identiteit van de stad. En we plussen en binnen. We zijn eigenlijk, volgens zijn verhaal, binnenkort allemaal stedeling. Echt een dorpeling. Nou, dat moet je nog zoeken, of daar moeten we reservaten voor maken. Ja. Ja, dat als we die nog willen bewaren, maar die zijn straks helemaal niet meer, we hebben alleen maar stedelingen. En wat betekent dat? Heb ik, is dat de goede inhoud? Zeker, behalve dan dat ik de titel stad en identiteit is een beetje dubbel, maar dat zult u wel merken. Okay. Het is niet alleen de identiteit van de stad, maar ook van zijn of haar bewoners. Oké, succes. Goed. Nou ja, ik kom uit een heel ander achterland dan, denk ik, de meeste van u. Als filosoof kom ik eigenlijk uit de hoek van, zoals dat dan deftig heet, de technologie en de filosofie van de technologie en de antropologie, dus de verhouding mens-techniek. Waarbij bij mij vooral de verbeelding, zoals die gebruikt wordt, dus het lezen, film en zo, een rol gespeeld heeft. En langzaam ben ik geëvalueerd vanuit een dissertatie die ik daarover geschreven heb, naar de ruimtelijke ervaring in de eigen omgeving waar je woont. Dus dat is eigenlijk het verband. Dus de ruimte van de verbeelding, de ruimte van waar je woont. Dus daar ben ik eigenlijk terechtgekomen in allerlei debatten over ruimtelijke ordening, inrichting van de stad. Ik kreeg met architecten te maken, planologen. En ik met mijn filosofische achtergrond kan natuurlijk altijd dan leuke dingen inbrengen, maar die specifieke kennis waarmee ik daarmee te maken krijg, die heb ik weer niet. Dus dat het belooft nog leuk te worden vanavond. En ik daag me uit om ook vooral daarop te reageren. Eén ding is, als ik mijn verhaal zelf haal, heb ik geen enkel bezwaar tegen als ik geïnterrumpeerd word. Dat is helemaal niet erg. Alleen als het om discussiedingen gaat, dan liever na afloop. Dus dingen verduidelijken, dat is prima. Een van de zaken die ik ook geleerd heb, toen ik veel artikelen moest schrijven voor bladeren over ruimtelijke ordeningen en lezingen, is dat architecten, mensen het vastgoed, die houden van plaatjes. Dus ja, ik heb een PowerPointje meegenomen en er staan wat plaatjes op, maar meer is het ook niet. Ik vind het fijn om aan de hand van die plaatjes te vertellen, maar het is geen structuur van het betoog zelf. Het is om de orde te bepalen. Nou, om te beginnen, en dan moet ik me even verontschuldigen, want ik hou er zelf over het algemeen niet zo heel veel van. Maar ik begin met een persoonlijke herinnering. En die speelt. Waar dit plaatje vandaan komt. Heeft iemand idee wat dat is? Woud. Ja, misschien. Woud, ja. Het woud, ja.
Ja, nou ja, dat had ook iets anders kunnen zijn. Maar dat is een van de. Hoeveel kilometer zal het hier vandaan zijn? 7, 8 kilometer. Midden-Delfland. Ik woon zelf in Vlaardingen, misschien wel zo die komt rijden. Ik ben een echte stadsmens. Maar ik kom daar natuurlijk heel vaak in Midden-Delfland. Want al die steden als Delft en Den Haag, Rotterdam, die liggen aan de rand van Midden-Delfland. Het is alweer een tijd geleden hoor, maar het zal een jaar of 12, 13 geleden zijn. Toen moest ik met mijn vader, die zat in Naaldwijk, in het tehuis waar hij zijn laatste dagen doorbracht. Na allemaal vreselijke dingen die in zijn hoofd waren gebeurd. Moest ik met hem naar het ziekenhuis vanuit Naaldwijk naar Delft. Kind gemaakt worden. En ik heb die man in de auto gehesen en ben door Midden-Delfland gaan rijden. En hij was echt zelf helemaal de weg kwijt. Hij wist bijna niks meer. Maar op een gegeven moment rijden wij dus langs de Westgaag. Kent u dat daar, dat gebied? We rijden langs de Westgaag, een smal weggetje. En ik zeg, pa, weet je nog, hier hebben we geschaatst. Hij kijkt en hij zegt, ja joh, dat was leuk. Hij zegt, maar eentje verderop was beter, want hier waren de bruggetjes zo laag. En ja, dat was voor mij een eye-opener, dat zo iemand die echt totaal helemaal van de wereld was geraakt, toen we daar reden, toch nog weer opeens een oriëntatie binnen kreeg door tekens in het landschap waar hij zat. Dus fenomenologen zouden zeggen, herinnering en geheugen zit niet alleen in je hoofd, maar zit ook in de omgeving waarin je woont en werkt. Daar ligt het opgeslagen. Nou ja, we hebben die ervaring denk ik allemaal. Als je door gebieden loopt waar je dingen meegemaakt hebt, dan herinner je je op het moment dat je erdoor loopt. Dus dat was voor mij de eye-opener. Hoe belangrijk dat is die binding van iemand met het gebied. Mijn vader kwam overigens helemaal niet uit Midden-Delfland, maar was een echte Rotterdammer. Maar is wel opgegroeid met wandelingen door de polder, met schaatsen daar. Dus hij kende het gebied goed. Nou, dat is voor mij een eye-opener geweest, zoals ik al zei, die me verder geholpen heeft ook met het idee dat identiteit niet alleen te maken heeft met de gedachte dat je iemand bent. Ik heb nu over persoonlijke herinneringen, hè, maar ook heel erg te maken heeft met waar je bent. Dat is eigenlijk al, daar kom ik straks namelijk op terug, dat is eigenlijk al een verschuiving in het denken over identiteit die de laatste eeuw binnen de filosofie heeft plaatsgevonden. Midden-Delfland is natuurlijk een gebied dat, ik ben zelf een burgemeester, die ook burgemeester in Midden-Delfland geweest is en dat daar bijzonder goed gedaan heeft trouwens. Midden-Delfland is op zich een gebied dat helemaal zo landelijk niet is. Het zit natuurlijk ingesloten in de steden en de steden gebruiken het land daar en het land gebruikt de steden. Dus de lijnen zijn heel kort. Overal waar je loopt in Midden-Delfland zie je steden. En dankzij een goede inrichting de laatste 30 jaar, overal in de steden kun je vrij snel op de fiets of wandelend of met de auto tegenwoordig gewoon op de rolschaats in het gebied komen. Dus het zijn twee complementaire domeinen die op elkaar aansluiten en door elkaar verweven zijn. Zo'n plaatje, ja, dat ziet er natuurlijk heel idyllisch uit, maar is het ook. Maar je vindt een concepte plaats daar in het woud, waar veel stedelingen komen. Dus het leeft ook eigenlijk bij gratie van de stedelingen zelf, zou ik kunnen zeggen. Dat is echt een feit. Geldt ook voor de boerderijwinkeltjes die je er hebt. Waar het, zie ik,
tot mijn verbazing de laatste tijd, waar steeds meer buitenlanders komen, Turken, Marokkanen, die komen melk kopen, het is dan ietsje goedkoper. En, het zijn dus niet alleen de milieubewuste biologische elite die langskomt en denkt, fijn, ik koop iets direct van de boer. Nee, het zijn ook mensen die in de, laat ik zeggen, in de poplaal wonen of in Rotterdam, in de wijken waar je de kopers eigenlijk van boerderijen dat helemaal niet zou verwachten. Maar goed, we gaan verder met het verhaal, want ik kan je eindeloos over Midden-Delfland doorpraten, want ik vind het inderdaad een mooi gebied. Voor mij geldt ook, en dat is in mijn werkende periode, ik ben dus opgegroeid in Rotterdam, Vlaardingen, daar kom ik vandaan. Maar ik heb eigenlijk mijn leven lang gewerkt in Den Haag, als standplaats voor mij als journalist. Ik reis dus op en neer. En dan krijg je dus te maken met, pas later ben ik me dat echt goed gaan realiseren, met identiteitswisselingen die je voortdurend hebt. Rotterdam is toch, heeft toch een heel andere feeling. Daar is echt, ja, het is een cliché, maar doe maar gewoon. Hè? Dat is, stel je niet aan. Dat is echt toch heel Rotterdam. Ook als je rijk bent, moet je vooral gewoon doen. En in Den Haag is juist het standsbewustzijn heel sterk van oudsher geweest. Je moet vooral ook, als je niks hebt, moet je net doen of je wel dingen hebt. Het verhaal over de vioolkoffer waarmee je over de straat loopt en waar dan gewoon de boodschappen in zitten. Dat zijn grapjes natuurlijk. Maar, dat is zeer, zeer Haags. Den Haag, of Rotterdam is het, was natuurlijk ook meer, ja, de stad van de inkopen, de markt, nou ja, wat heb je er nog meer. Maar Den Haag, daar, net in de jaren 60, is Nederlandse popmuziek geschiedenis ontstaan en geschreven, zou je wel kunnen zeggen. En dat heeft allemaal weer te maken met de complexe achtergrond van die stad. Met de immigratie, de komst van veel Indische jongens die verschrikkelijk goed de gitaar konden spelen, jazzmuzikanten die er zaten. Het uitgaansleven wat je in Scheveningen had en waar dus orkestjes gezocht werden. En, zonder die voedingsboding zouden groepen als de Golden Earring, de Motions, zouden nooit daar ontstaan zijn. Dat zijn wisselingen die ik eigenlijk gewoon dagelijks meemaakte. En ik moet zeggen dat ik me daar altijd heel erg prettig bij gevoeld heb. Het was nou niet een kwestie dat je, als je thuis kwam, de ene jas aantrok. En was je op je werk en liep je door Den Haag, dan trok je een andere jas aan. Dat gebeurde niet zo bewust, maar het waren meer een soort stemmingen die over elkaar heen vielen. Waardoor je kon wisselen en het gevoel dat je perspectief op de wereld ook ruimer werd. Goed, nou, dat is dan mijn achtergrond, die laat ik verder wat het is. Maar het verhaal van mijn vader, dat is toch wel belangrijk geweest, omdat het een trigger in goed Nederlands. Is dat in goed Nederlands erg, is dat, hè? Trigger is natuurlijk nog mooier dat het, maar ach, dat is het punt van aanknopingspunt geweest, het moment geweest waarop ik dat echt goed ben gaan realiseren hoe belangrijk de omgeving is waar iemand woont en werkt. In Rotterdam weet ik dan ook dat na het bombardement, mijn ouders zijn 14 mei zijn ze getrouwd. 14 mei was het een bombardement, dat is gisteren herdacht, moest ik opeens aan denken. Voor veel Rotterdammers is die 14 mei ongelooflijk belangrijk geweest, omdat na 14 mei de wereld totaal veranderde. Dat realiseren wij ons niet goed, maar veel Rotterdammers waren in de jaren 50, 60, die dwaalden wat door hun stad, maar die waren toch hun verleden waar ze
kwijt op de een of andere manier. Die konden er alleen nog maar over praten. Ja. Hebben we het nu over identiteit, dan denk je van oudsher aan de identiteit die mensen vroeger hadden. Dat was gebonden aan de stand die je innam in de samenleving, aan de familie waar je uitkwam en de religie waarin je was opgegroeid. Dat waren eigenlijk min of meer betonnen identiteiten. Je zat in beton gegoten. Je was de zoon van die en die en je was melkboer, bakker of dominee. Die viel samen met een rol die je maatschappelijk innam en daar was niet aan te ontkomen. Nou, die identiteiten zijn natuurlijk allemaal veranderd. En de opkomst van een moderne samenleving heeft een onafhankelijke, vrije mens tot doel gehad. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat was wel de bedoeling. Dat de mens autonoom zou worden. Dat is het ideaal van de verlichting geweest. Autonomie, het idee dat de mens zelf kon bepalen wie die was, heeft tegelijkertijd natuurlijk een beweging ingezet waarin de mens steeds meer ontworteld raakt. En dat is dan de term. Hij sloeg los van zijn ankers. De kerk vertelde niet meer wat hij moest doen. Politieke bewegingen, ideologieën werden ook minder en minder op den duur. Het was al heel erg moeilijk om zelf zin aan je leven te geven. Dan was de kans groot dat je liep achter reclamemakers die dachten van nou, al die doelloze mensen zijn wel prettig, dan zorgen wij dat wij een doel voor ze hebben. Namelijk onze producten afnemen. En zo werden die mensen dan weer slachtoffer van de consumptie, zou je kunnen zeggen. Nou ja, goed, het is een beweging geweest die vanaf de 19e eeuw is ontstaan. Het verdwijnen van de oude identiteit. Er zijn nieuwe wisselende identiteiten voor in de plaats gekomen, zoals ik net al vertelde, van tussen Rotterdam en Vlaardingen. Maar men ontdekte ook dat identiteit iets is wat je niet aangereikt krijgt vanuit buiten. Nee, dat kun je zelf maken. Tegenwoordig zie je natuurlijk dat vooral bij jonge mensen op internet de manier waarop selfies genomen worden, waarop mensen zichzelf presenteren, ook heel erg te maken heeft met identiteitsvorming. En dat identiteitsvorming ook wisselt. Mensen in de loop der jaren andere identiteiten gaan aannemen. Ik ben geneigd om het hele begrip ontworteling, om dat maar overboord te gooien. Dat is een ouderwets begrip volgens mij. Er is al vaak opgemerkt, een mens heeft is geen pand, hij staat niet in de grond, hij beweegt zich. Eigenlijk al vanaf de, al veel eerder dan de 15e, 16e eeuw in feite, toen dus de ontdekkingsreis begon, maar eigenlijk al tijdens de volksverhuizingen. Maar hij is altijd op pad en hij verlegt zijn route en hij zoekt naar nieuwe wegen, nieuwe ontdekkingen. Dus wat dat betreft is het onzin om de metafoor wortel te gebruiken. Zo vast is de mens niet, hij verandert. Maar de mens is wel iemand, zoals opgemerkt is door diverse filosofen, en een van de bekendste is Plessner geweest, die leidt, met een lange ei, aan plaatsloosheid. Dat wil zeggen, hij is ergens, maar is in staat, door het zelfbewustzijn wat hij heeft, zichzelf op de rug te kijken. Hij is dus ergens, maar hij is er tegelijkertijd ook niet. Hij kan reflectie over zichzelf uitoefenen. Hij kan zichzelf waarnemen in de situatie waarin hij verkeert. En
dat leidt tot een merkwaardige, kan tot een merkwaardige nervositeit leiden en rusteloosheid. Dat is de moderne plaatsloosheid van de mens. En nou is mijn suggestie om die hele identiteitskwestie, waarvan ik al zei dat steeds meer mensen, onder andere Peter Sloterdijk is een van die filosofen geweest, die heeft gezegd, de vraag is niet wie is de mens, maar de vraag is waar is de mens. Dus die hele koppeling aan de plaats ook op die lijn door moet denken. Plaatsloosheid is een enorm abstract begrip. Hè? Dat is duidelijk. Het gaat om het lijkt iets absoluuts, maar het is in feite een wisselwerking. Je kunt jezelf pas op de rug kijken als je ergens bent. Dus het gaat naar twee richtingen. Je kunt jezelf waarnemen in je familie. En dan denk je, hé, ik reageer hier anders dan ik gedaan zou hebben op mijn werk. Dat is een observatie, zelfobservatie. Maar daarvoor moet je wel binnen een gezinssituatie zitten soms. En moet je een professionele werkkring hebben waar je zo vaak in bent. Dus er zijn altijd plekken. En dat is ook een ontdekking van de moderne filosofie geweest, wel existentiefilosofie. Voordat de mens iemand is, is hij altijd al ergens. Dus als een baby geboren wordt, zo'n kind is haast nog niks. Ja, hij of zij heeft heel veel materiaal in zich, waardoor zal blijken dat hij een enorme wiskundige wordt, of een ettenbakje, of van alles. Hè. Dat kan er al in zitten, maar in potentie zit dat erin. Maar als kind is hij nog heel, kwetsbaar. Maar op het moment dat het geboren wordt, is het al ergens. Die omgeving is er al en de plaats. Nou. Nu denk ik, en dat heb ik geprobeerd ook in het artikel waar je Jan aan refereerde uiteen te zetten, dat het opdracht is van architecten, planologen, politici, vastgoedhandelaren, ik weet niet of die laatste groep erbij hoort, maar het zou wel kunnen, wonen in interieurmakers, om de mens in de stad een plaats of om mogelijkheden zo te creëren dat de mens zich op zijn plaats kan voelen. Dat het dus middelen krijgt aangereikt waardoor hij of zij zich kan hechten in de omgeving waar hij moet wonen, werken en recreëren. Dat klinkt heel abstract, is het misschien ook, maar tegelijkertijd is het vreselijk concreet. Nu is het alleen zo dat je dit soort zaken niet van bovenaf kunt regelen. Je kunt niet zeggen als architect, nou ik ga een stukje beleving in de stad gooien. Dat proberen ze wel. Stadsmarketeers zijn er goed in dat ze een mooi verhaal ergens opdissen en dat vervolgens uit gaan venten. Maar het gaat er meer om dat je dus sociale cohesie, samenwerking tussen mensen kunt creëren waar ze vervolgens zelf mee aan de slag kunnen. Dat je de voorwaarden schept waaruit een en ander kan ontstaan. Nou, in het bewuste artikel waaraan gerefereerd werd, breek ik ook een lans voor, laat ik zeggen, de alfa-sector binnen de stadsinrichtingen. Die zegt, is die er dan? Ja, die is er volgens mij wel, want het zijn niet alleen de metselaars, de ondernemers, de architecten, de planologen die stad maken, ten dele de politici, maar het zijn ook de kunstenaars, de journalisten, de schrijvers die de stad mede vormgeven
ik denk zelfs voor 50%. De belevingswaarde van een stad is een vitaal onderdeel van de stad zelf. Daar wil ik nog eventjes op doorgaan met u. En ik neem dan drie voorbeelden. Twee daarvan heb ik uitgewerkt in een boek Welkom in Megapolis, wat ik een tijd geleden geschreven heb. En een ander voorbeeld, dat kwam ik laatst tegen. Dit is het graf van Franz Kafka, de Joodse begraafplaats in het hart van Praag. Ik ben daar zelf geweest, nog in de Sovjet-tijd, weet ik. Toen zag het, was het niet helemaal schoongemaakt, maar het stond er nog. Het stond er wel zo. Ik was er ook helemaal niet druk bezocht. Waarom noem ik Franz Kafka? Omdat er een hevige discussie altijd al gaande geweest is. Of de stad Praag voor Franz Kafka dezelfde stad was als na Franz Kafka. Vindt u dat een rare vraag? Nee. Nee, nou, voor mij is het een heel logische vraag. Er zijn mensen die natuurlijk wat raar tegenaan kijken. Maar Franz Kafka die heeft, waarschijnlijk allemaal met zijn werk bekend, maar die heeft hele grillige, absurdistische verhalen geschreven. Waarin het lot soms ongenadig inhakt op een hele bizarre manier op mensen die het slachtoffer worden van omstandigheden. Maar al die verhalen die spelen in de setting van Praag. Je herkent, de straatjes, je herkent de gebouwen. Een van zijn boeken heet het Slot, maar dat is duidelijk dat de burcht die aan de overkant ziet liggen, daar van Moldau heet het geloof ik. en het proces, het bekendste boek, daar zijn de locaties, de Sint-Dina-kerk als ik me niet vergis, en vooral de arme wijken en de regeringsgebouwen. En wat doet Kafka nu? Hij laat dus parallel aan de officiële stad die er bestaat, laat hij zijn geschiedenis ontwikkelen van een man die op een ochtend wordt aan de deur geklopt. Er staan twee heren voor de deur. Die zeggen van, ja, heeft u al ontbijt gehad? Helaas moeten wij u komen vertellen dat er tegen u een beschuldiging ingebracht is. Welke dan? Dat kunnen we nog niet zeggen, maar er gaat een proces beginnen. Nou ja, zo begint het verhaal. En ik hoef dat verder niet na te gaan vertellen, maar het komt erop neer dat hij in een mallenmolen van bureaucratische rechtsgang terechtkomt, waar hij geen zicht op heeft wat er precies aan de hand is. Maar hij wordt wel door alle gebouwen gevoerd die je op dat moment in Praag hebt. Dat zijn die oude kazernebouwen, zoals je dat in Berlijn ook nog hebt, met veel binnenplaatsen. Er staan die gebouwen in die binnenplaatsen, dan loop je door zo'n gebouw heen, dan kom je op een andere binnenplaats. Dat zijn doolhoven waar dit hele verhaal zich afspeelt. En tegelijkertijd speelt op de achtergrond natuurlijk altijd de connotatie mee dat Kafka uit de Joodse gemeenschap kwam. De Joodse gemeenschap was sterk in die tijd. Maar ja, u weet wat er daarna gebeurd is. Er wordt ook altijd gezegd dat er een voorgevoel is geweest dat Kafka dat heeft willen laten zien. In elk geval, Kafka is zo beroemd geweest, nu misschien niet meer zo. Ik weet niet hoe het ligt bij de jongere generatie. Hij is al zo benieuwd geweest dat het verhaal wat hij geleverd heeft, als het ware, dus over Praag heen is komen te liggen. Hè? Zoals vroeger had je van de dichtbeelden, dan kon je daar een stuk plastic overheen leggen en dan zag je een andere structuur tevoorschijn komen.
Zoiets lijkt het al. En dan hebben we het dus over verzonnen verhalen. Het is fictie. Het heeft hier niks met geschiedenis te maken. Ofwel, dat zou kunnen. Op een of andere manier, maar dan hebben we het over de psychische verwerking van de geschiedenis van Midden-Europa. Die dan op een literaire manier. Maar goed, dit is Praag. Die stad is denk ik nu nog steeds. Gekleurd door de herinnering aan Franz Kafka. En het werkt twee kanten ook op. Hè. Kafka die heeft waarschijnlijk zijn werk nooit kunnen schrijven als hij niet in Praag had gewoond en gewerkt. Dus het is ook de stad Praag die zelf een verhaal vertelt. Ja, dat is misschien ook een beetje een score voor open doel wat dat betreft, maar het is en blijft een heel mooi voorbeeld. Er is nu ook een boekje uit over de Haagse roman, heet dat. Maar dit is Elie Veren, die we allemaal ook wel kennen, denk ik. Het verhaal van een dame die haar verloving maar zo vindt. En eigenlijk veel meer van het leven verwacht. En die in zekere broeierigheid achter de gordijnen zit te verlangen naar grootse en meeslepende dingen. Wij zouden zeggen: allemaal seks, dat zou kunnen. Dat het daarmee te maken heeft, denk het wel. Maar het gaat ook over de burgerlijkheid en het stand ophouden. Wat in Den Haag van die tijd nogal belangrijk was. En voor een deel gaat het misschien ook al over de verborgen homoseksualiteit van Couperus zelf. Dat zou kunnen dat hij dat daarin geprojecteerd heeft. Maar feit blijft dat Elie Veren, die toch een dartel wezen is, wordt toch ook neergezet, levenslustig, ondernemend. Maar met een hele duistere kant, dat Elie Veren een bepaalde karaktertrek van Den Haag is gaan benoemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Door Elie Veren te schrijven, werd er iets zichtbaar wat er in dat Den Haag leefde. En wat er in Rotterdam bijvoorbeeld helemaal niet zo leefde. Ook voor de oorlog nog niet. Dus die dubbelheid, het ophouden van je stand. Het leven naar grote idealen en tegelijkertijd moeten schipperen met het gewone leven dat je krijgt aangereikt vanuit je omgeving. Ik heb een keer een voorstelling gezien in de Koninklijke Schouwburg van Elie Veren. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt, vooral door de merkwaardige perspectiefverdubbeling die je erin kreeg. Want je zag dus hoe op het podium van de Koninklijke Schouwburg iemand, dat was die actrice met de naam even kwijt, maar goed, die Elie Veren speelde. Die speelde dus dat ze in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag was. Waar ze een Franse zanger zag, op wie ze half verliefd werd. En die ze dan achterna gaat richting het Haagse Bos. En dat speelt zich dus af op de plek zelf waar het verhaal ook speelt. Nou ja, dat is een schitterend hoe fictie en werkelijkheid op dat moment dan over elkaar heen vallen. Bovendien. Heeft het verhaal Elie Veren, zoals alle literatuur in die tijd, is tot het Haagse publiek gekomen via de krant, hè? Via het Vaderland, via feuilletons. En die feuilletons die gaven dus elke dag een aflevering en mensen spraken daar met elkaar over. Zoals wij nu over Netflix afleveringen met elkaar kunnen spreken. En Elie Veren. Kun je dus ook in de roman en in het Vaderland kun je volgen hoe ze door de stad loopt. En het is een bekende anekdote dat
ik weet niet welke lijn het was, maar 6 of 7. Die dan langs het huis komt waar Edwin de Veren gewoond zou hebben, volgens het verhaal. Dat mensen tegen elkaar zeggen: heb je het gehoord? Ze is dood. Edwin de Veren. Dan krijg je dus die schitterende verdubbeling, waardoor de stad Den Haag na Edwin de Veren toch duidelijk een ander beeld heeft gekregen dan voor Couperus. Couperus heeft dus duidelijk, en dat is mijn punt dat ik wil maken, meegebouwd aan de stad Den Haag en de identiteit vooral, hè, van de stad Den Haag. Almere. Nou, van alle steden natuurlijk de minst historische die je voor kan stellen. Nou, een stukje weer heb je nog natuurlijk. Maar heeft iemand het boek, dat wil ik wel weten, van Renate Dorrestein wel eens gelezen? Weerromanten. Renate Dorrestein is eigenlijk kort voor haar overlijden, een paar jaar voor haar overlijden, is ze writer in residence geweest, gastschrijfster in Almere. En daar heeft ze dus een paar maanden gewoond. En toen alles afgelopen was, toen kwam er een boek uit van haar, heeft ze een verhaal gemaakt, en dat heette Weerwater. Het weerwater is een water in Almere, ik geloof dat het dit is ook, of niet, dat is Almere haven. Maar ja, God, dat is een grote, dat is een grote was. Ja. En het is ook een volkomen fictief verhaal, dat doet ze in dat boek, wat ik trouwens iedereen aan kan bevelen. Ze vertelt een verhaal dat zij als schrijfster, gastschrijfster is in Almere, en op het moment dat ze door haar vriend daar gebracht wordt, breekt er een enorm onweer uit. En dat heeft een bijna apocalyptisch omvang, dat onweer. Want de volgende dag blijkt er dus een enorme mist te hangen rond de stad. En iedereen die uit de stad weg was, kan ook niet meer terugkomen. Die mensen zijn verdwenen. Blijkbaar is er dus buiten Almere is de wereld vergaan. En Almere is nog de enige stad die bestaat. Het is dus een post-apocalyptisch verhaal, zoals er ook wel heel wat films verschenen zijn, waarin zij dan gaat vertellen hoe het met die gemeenschap in Almere, die er dan nog is, hoe het dan verder gaat. En dat doet ze echt op een, ja, vind ik, op een hele inventieve, humoristische manier. Ze onderzoekt dus wat er zou kunnen gebeuren. Maar ze geeft tegelijkertijd aan de stad Almere iets in handen. Wat heel bruikbaar is voor hun identiteit, namelijk dat ze toch een soort pioniers zijn. Ze hebben dus de zondvloed overleefd en ze moeten nu proberen als mensheid verder te komen. En dat is een identiteit, krijgen ze aangereikt, waarvan de meeste Almeers, denk ik, zich helemaal niet bewust zijn geweest. De meeste Almeers zullen het boek ook niet gelezen hebben, daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat is dat ze dus probeert door een verhaal te vertellen, de stad een verhaal te geven waarmee ze verder kunnen. Het is een verhaal waar ook allerlei bijbelse connotaties in zitten, want op een gegeven moment komt er hier in dit water komt er een soort ton aangedreven. In die ton zit een klein baby en ze weet niet waar het vandaan komt. Maar dat is dus Mozes in een biezenmandje. Hè? Ik weet niet of u er bijbel vast bent, maar u kent het verhaal misschien. Mozes is dus de man geweest die het volk Israël uit Egypte weggeleid heeft en een eigen staat, een eigen tehuis voor de Joden heeft gesticht. Waar hij overigens niet zelf in mocht, maar goed, dat doet het even niet toe. Maar het gaat om, ze verbindt dus zo'n stad die, nou, hoe lang zou die bestaan? Weet iemand dat? 40, 50 jaar of zo? Ja, 70. 70, ja. Het is nu zo'n 50 jaar, zo. Een klein 50 jaar.
die verbindt ze dus met de mythologie van de mensheid zelf, de godsen. En dat is toch een knap, aanstekelijk verhaal. Die heeft niks te maken met geschiedenis zelf, maar je ziet wel dat veel mensen die opgegroeid zijn in dit soort steden, Zoetermeer, Lelystad, dat die later iets van dat pionierschap zijn gaan cultiveren. Van, wij hebben toch maar met z'n allen hebben we daar een buurt op moeten bouwen. Wij hebben met elkaar moeten een gemeenschap moeten besteden. En ja, meestal kom je daar dan gewoon inrollen en als een stad komt en kant en klaar is. Maar die wijken die gewoon uit zand en beton worden opgetrokken, die steden, daar geldt dat niet voor. Oké, Almere. Hier ga ik straks even met u over hebben. Waar het nu vooral om gaat is de verbinding tussen wat ik net verteld heb en wat hierna gaat komen, dat is die plaats. Daar wil ik nog even op terugkomen. Ik zet hem even terug op, want anders gaat ik proberen dat te lezen. Dat is helemaal niet te doen. Als we het over plaats hebben, even aan mijn vader refereren met zijn schaatsen en zijn bruggetjes. Dan moet u weten dat in hele oude culturen het begrip plaats vaak... Het is nog nieuwer. Wat zeg je? Het heeft ook nog 1976, de eerste woord. 1976, ja, ja, kan je nagaan. Ja. Ja. Het begrip plaats is op de een of andere manier niet inwisselbaar, maar verbonden aan het begrip tijd, tijdperk. In bepaalde Bantu-talen in Afrika, dat weet ik omdat ik daar toevallig dan voor moest een studie naar moest doen. Daar is het woordje voor waar en wanneer kun je dus kun je op dezelfde manier gebruiken. Als je vraagt naar het waar, vraag je ook naar het wanneer. Dat vinden wij primitief. Maar het is misschien iets dat heel diep in ons zit, in ons bewustzijn. He? Als wij door de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog lopen in Normandië, dan voel je toch iets, en dat komt niet alleen door de borden die daar staan, de wetenschap wat daar gebeurd is, dat geeft je toch een soort tiltje uit boven de tijd van dat moment. Nou, van de Aboriginals, hè, of de Aborigines moet je geloof ik zeggen, is bekend dat die zich in het landschap altijd oriënteerden op de plekken waar hun voorouders geweest waren. En die plekken die werden ook vernoemd naar hun voorouders. En zij zeiden, daar leeft die en die, daar leeft zus en zo. En dat is verbonden aan de verhalen die daar hebben plaatsgevonden. Die verhalen zijn meestal gevat in liederen. En liederen zijn dan ook voor de Aboriginals, zeg maar, de tom-tom, hè, om het even heel populair te zeggen, van die begraving. Dus als ze op reis waren, en ze waren natuurlijk altijd op reis, dan gebruikten ze die liederen als een routekaart. Dat is een element dat er nog heel diep in zit, wat er bij ons ook nog heel diep in zit. Dus in de stedelijke samenleving, als er een ongeluk gebeurd is, of als er een moord heeft plaatsgevonden of iets vreselijks, dan komen we erheen, dan leggen we de bloemen neer, teddyberen, weet ik veel wat, maar we willen op die plek zijn. Op de een of andere manier gaat daar een soort magie van uit. We willen op die plek zijn. Ik weet zelf hoe ik in Amsterdam heel lang heb kunnen staan voor een hotel waar Chet Baker, de bekende trompetist, zanger, Chester, in het raam heeft gezeten en daaruit kukoelde. Het is niet duidelijk of het nou om een zelfmoord ging of niet. Het is een heel boeiend verhaal, want hij
hij zat onder de drugs toen hij dat deed, maar hij wist ook dat hij onder de drugs deed. En waarom ga je in het raam zitten? Maar op het moment dat je daar staat, gaat wel een hele, voor zover je daarin geïnteresseerd bent, jazzgeschiedenis door je hoofd en je hoort hem spelen. Dat, nou, de herinnering van wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, executieplaatsen in Amsterdam, in Rotterdam, in Delft, zijn allemaal ervaringen die een hele duidelijke, harde, historische ervaring kunnen geven aan mensen. Die veel meer is dan alleen maar een beetje. Het gaat echt om een emotionele beleving. Dus daar zie je de koppeling van tijd en plaats, zie je heel duidelijk. Ik weet dat in de jaren 70 hier aan de universiteit door de vakfilosofen die toen hadden over techniek gingen, maar Heidegger wel is gedoseerd. En Heidegger is ongelooflijk moeilijk als je niet in zijn terminologie zit. En de meeste TU-studenten die vonden het aan verschrikkelijk, je begreep er helemaal niks van. Maar Heidegger heeft een boekje geschreven, een lezing gehouden in de jaren 50, toen de woningnood op zijn hoogtepunt was, vooral in Duitsland, na de grote bombardement op de steden. En de strekking daarvan is, we kunnen pas gaan bouwen als we weten wat wonen is. Dat was zijn these. Wonen is een vorm van verblijf op aarde, volgens Heidegger. En we moeten eerst eens goed over nadenken wat dat dan voor ons inhoudt. En dan kunnen we onze vorm van bouwen er aanpassen. Dat was voor de meeste bouwkundestudenten natuurlijk ja, de reinste abracadabra. Maar er zit veel in als je de terminologie ervan aftelt. Het idee wat ik net al heb gegeven is namelijk dat op de plek waar je woont de hele verbinding van je leven tot stand komt, de hechting. En dat is in de terminologie van Heidegger je plek op aarde en je verhouding tot de hemel. Dus wat dan maar zeggen, het hogere, hè, of wat wij als het hogere zien. De verhouding met de andere mensen en de verhouding met de goden, noemt hij dat dan. En onder de goden moet je dan staan, je idolen eigenlijk. Dus in onze tijd zouden dat heel veel filmsterren bijvoorbeeld zijn. Maar goed, dat noemde hij het gevierd, het viertal. Dat zijn de dimensies van het leven. Dus het profane en het sacrale, daartussen beweegt zich het leven. En dat laat zich allemaal zien op bepaalde manieren in de plek die je bewoont. Nou. Oké, dus als je dat in het achterhoofd houdt en het plaatst op de moderne stad, dan denk ik dat we er niet aan kunnen ontkomen dat je de stad dat je van de stad moet proberen een plek te geven waar mensen inderdaad die hechting kunnen ontwikkelen of verder uitbouwen. Waarin mensen niet voortdurend op de vlucht zijn voor zichzelf, die plaatsloosheid, hè, maar waar ze dus rustig hun plek op zo'n manier kunnen creëren dat ze zich ook bewust zijn van de grotere wereld om zich heen. Het gaat dus niet om dat ze een huisje maken, my home is my castle, en de deuren dicht slaan en opstoppen, zich afschermen, maar dat de openheid naar de wereld op een natuurlijke manier tot stand kan komen. We hebben in de jaren 60, 70, 80, misschien na 80 is het vooral gekomen, de discussie gehad over de functies van de stad. Modernisme heeft altijd een rationele benadering voorgestaan, en in sommige opzichten is het verstandig geweest. Dat je wonen, werken en recreëren moest scheiden. He, dat is het voorbeeld van de Bijlmer geweest in Parijs. Mooie, hygiënische huizen waar mensen lekker onder de douche kunnen, waar een ruime kamers is, felle zon. Dan pak je de tram of de auto en dan ga je een eind weg buiten de stad. En dan kom je bij
bij je werk. En om te recreëren, ja, dan pak je het autootje en dan ga je kamperen in Frankrijk en tegenwoordig met het vliegtuig. Ver weg. Dus het uit elkaar trekken van die functies is een bewuste doelstelling geweest van het modernisme. Vooral ook natuurlijk omdat ja, industrie in de stad in de 19e eeuw was een verschrikking. Dat moest uit elkaar gehaald worden. Dus het heeft allemaal een historische achtergrond, dat is duidelijk. Maar inmiddels zijn we al achter dat mensen zich alleen maar kunnen hechten aan een plek als het wonen, het werken en het recreëren op de een of andere manier met elkaar in harmonie kunnen zijn. Hoe dat precies moet zijn, ja, dat is iets wat zich denk ik moet ontwikkelen op een natuurlijke manier. Maar in elk geval moeten stadsarchitecten, planologen, politici, die moeten de ruimte geven om dat soort dingen te kunnen laten ontwikkelen. Nou vind ik dus Midden-Delfland vind ik echt een voorbeeld waar je dus heel aangenaam kunt recreëren als je dat wil. Dat is een en het geldt voor het Delftse hout, denk ik. Maar bewustzijn tegenwoordig dat er dus steeds meer groen binnen de stad gebracht moet worden om die recreatiefunctie terug te brengen. Ik geloof niet eens dat je daar een mond voor hoeft te breken. Voor mij is dat dan eigenlijk wel toch een feitelijkheid bijna. En dat is dan nog los van het hele verhaal dat de stad ook steeds meer een functie begint te krijgen om de biodiversiteit peil te houden. Op het platteland gebeurt dat namelijk niet. Het platteland is een van de meest doodse industriële gebieden die je voor kunt stellen. Dan heb ik het over de dingen als Groningen en Friesland, bepaalde stukken. Niet allemaal waar het landschap echt een monocultuur is geworden. In de steden vind je meer dieren op dit moment dan in die agrarische, monoculturele woestijnen, zou je het kunnen noemen. Nou, ik moet zo langzamerhand gaan afronden. Maar het bij elkaar brengen van die functies is dus denk ik een voorwaarde van de manier waarop je een plaats tot ontwikkeling zou kunnen laten komen. Dus iets wat bijvoorbeeld in de Phoenix hier niet ver vandaan bij Ypenburg niet gebeurd is, hoewel veel mensen daar nu gewoon naar genoegen leven, daar gaat het niet om, maar vooral in het begin. Was een van de grote problemen dat er eigenlijk geen openheid in de bebouwing zat. Alles was door de grondprijzen volledig dichtgebouwd, omdat alle grond geld moest opleveren. Dus er was geen mogelijkheid om ergens een braakterreintje open te laten liggen of een plek waar een gebouw kan komen als daar behoefte aan was. Dus wat ging er gebeuren? Mensen wilde s'avonds laat of jongeren even een patatje halen, noem maar even iemand. Was er niet, moest je voor naar Den Haag of Rijswijk. En die behoefte ontstond pas na een paar jaar. En had je nou ergens een plek gehad waar dat ingevuld kon worden, dan had dat kunnen gebeuren, maar dat was niet zo. Dus er zat geen flexibiliteit in die wijk. Nou, ik denk dat een van de voorwaarden is om wijken zo op te zetten dat die flexibiliteit er wel is, dat je dus altijd veranderingen aan kunt brengen. Wat u hier ziet, dat wil ik u even laten zien, is een ontwerpje voor een tender die een goede vriend van mij, architect Pieter Kloproge, en ik samen hebben gemaakt. We hebben hem niet gewonnen, maar het was meer de uitdaging om dat te doen. En het ging hier om wijkjes zoals je hier in de Poppenhof ook nog wel hebt, denk ik. Van die winkelwijkjes, waar dan een buurtsupertje zat en een slager, misschien een fietsenmaker en een sigarenwinkel.
maar van die, die kleine koopcentraatjes. En een heel groot parkeerterrein ervoor. Maar die zijn allemaal leeggelopen op de duur. Die zijn gebouwd in de jaren 50, 60. Door de huidige ontwikkelingen zijn die leeggekomen in de stadmarkt. Dus de opdracht was, probeer met die wijken iets te doen. En toen hebben wij dus een idee geprobeerd uit te werken. Dat wil ik u alleen maar even laten zien. Om het te laten zien hoe je een plek kunt gebruiken om mensen met elkaar te verbinden en tegelijkertijd op hun plaats te laten voelen. We hadden het idee dat je dat parkeerterrein gewoon weg moet halen. En daar gaan we maar iets beginnen van Volkstuin, een stadslandbouw of zo. Dat was de bedoeling. Maak een restaurantje waar de buurt kan eten. Ik werk trouwens zelf ervaring met stadslandbouw. En ik moet zeggen, dat werkt heel leuk hoor. Het is natuurlijk verschrikkelijk kleinschalig, maar het werkt wel leuk. Breng er iets voor de zorg in, hè? Dus dat oudere mensen daar terecht kunnen. Dat er iets van kinderopvang is. En probeer op die manier de zaken met elkaar te verbinden. Maar probeer ook het achterland, dus wat achter die Poptalhof ligt, of achter de Hoge Rijk in Vlaardingen, wat daar achter ligt, de natuur of het weiland of de agrarische gebied. Probeer dat te verbinden met de stad. Breng dat de stad binnen. Dus we hebben, dat is een ontwerp van Pieter, we hebben geprobeerd om water die stad binnen te krijgen. Om daar de zaak wat te bevloeien. Nou goed, dat ga ik u verder niet mee vermoeien door u helemaal in detail door te nemen. Maar we hebben laten zien wat je zou kunnen doen met zo'n wijk. Het voorwaarde was dus dat het niet pot gegooid zou worden en daar iets nieuws gebouwd om daar iets nieuws neer te zetten. De bedoeling was dus dat het hergebruikt moest worden op een bepaald idee. Nou, dat is dus die vergroening en de sociale functies dichter bij elkaar brengen, dus van verkoop, samen eten, recreëren. Wat je op hele kleine schaal zou kunnen proberen in zo'n winkelcentra. Bij ons in de stadslandbouw in Vlaardingen doen we dat met kleine concertjes die er zijn, met etentjes voor mensen die normaal bij de voedselbank komen. En nou, het werkt allemaal leuk, want dat trekt ook weer andere initiatieven uit de stad aan. Niet dat het de wereld zal verbeteren, maar op klein niveau maakt het de stad leefbaar. En ik denk dat je door veel van dit soort leefbare plekken, ik begrijp dat met Omniakos daar toch ook al wel over gehad heeft, dat door die leefbare plekken, als je die met elkaar ook nog eens kunt gaan verbinden, dan krijg je toch een soort infrastructuur die de stad in zijn geheel tot een plezieriger verblijfplaats en zorg ervoor dat we niet 3-4 keer per jaar naar het andere eind van de wereld willen om daar te recreëren, maar toch ja, in onze eigen stad te blijven. Dat is nog zo slecht niet. Dat kost alleen maar fossiele energie, niet waar. Maar dit zijn op zich natuurlijk vrij utopische, idealistische modellen, maar op kleine schaal werkt het, is het uit te voeren. Steun voor een deel op vrijwilligers. En vrijwilligers die hebben het probleem dat ze allemaal heel eigenwijs zijn, dus ze kunnen ruzie krijgen. En er zijn allerlei stoorzetters in, maar over het algemeen beginnen dit soort dingen toch te lopen. Zelfs nu de hoofdcultuur weer terug is. De grote bedreiging van dit soort initiatieven is dus, en ik noem er twee, de ontwikkeling op de vastgoedmarkt. Dat is duidelijk en daar waarin grond geld is, wat we nu zien rond het circuit van Zandvoort. Ja.
is in feite eigenlijk alleen maar een geldkwestie, geld beleggen. En het andere is het massatoerisme. Dan heb ik het dus niet over het recreatietoerisme, maar het massatoerisme, waar dus hele scheepslagen, cruiseschepen of waarvan aangevoerd worden naar een stad, daar even doorheen lopen en weer weg zijn. Zonder dat ze dus iets met de identiteit van die stad te maken hebben. Ze maken er namelijk geen deel uit. Ze komen alleen langs om er geweest te zijn. Om dat gezien te hebben, om dat selfie te hebben kunnen maken van... ik zou, het overkwam mij hier ook, in de, toen ik op de fiets hierheen kwam over de oude Delft. Dan liep er ook zo'n groep op zich allemaal prima mensen, geen enkel probleem, maar sinds naast elkaar zo. Weet je, alsof er gewoon niemand meer bestaat die door moest. Nou, en om af te sluiten, want dat vond ik toch wel leuk, heb ik één passage dan, die kent u misschien wel, uit het boek van Ilja Pfeiffer. Dat gaat over toerisme, over massatoerisme, het gaat over Venetië en wat hij daar aansleept aan materiaal is verbijsterend, maar het is niet, het is allemaal al bekend, die studies zijn gedaan. We zien ook wat er in Amsterdam aan de hand is. Die stad is ook bijna niet leefbaar meer. Als je van Amsterdam snel ergens moet zijn binnen de grachtengordel, dan kom je over de Dammer, dan kom je bijna niet tussen de toeristen door. Maar goed, de huizenprijzen zijn gigantisch in de hoogte. Maar ik lees er even één stukje ervaring, gewoon omdat ik het leuk vind, ook om mee af te sluiten. Hij vertelde dus dat hij in Venetië heel snel ergens moest zijn. Belangrijk voor het verhaal, doet hij niet toe verder hoe het liep, maar het had ook met liefde te maken en romantiek. Dus, dan begrijpt u dat hij haast had. Hij moet dus door die stad heen en dan schrijft hij over Venetië, waar er bijna niemand meer woont, alleen nog maar toeristen verblijven. Hoewel toeristen de hele tijd overal stilstaan, staan ze niet stil bij hoe storend hun stilstand is voor inwoners die trachten een leven te leiden. Mensen deien uit van de vrije tijd, in plaats van zich smal en efficiënt te bewegen van vertrekpunt naar doel en van taak naar verplichting, blubberen ze in al hun ledigheid uit over de breedte van de hele steeg. En dan beschrijft hij, en dat gaat zo'n tijdje door, want het is natuurlijk sarcasme allemaal en satire. Hij komt bij de Rialto-brug. Daar moest hij nog overheen. En toen was er de Rialto-brug nog. Dat was ooit in een ver verleden een arabesk van elegantie in het hart van de stad, die met één gedurfde boog het hele Campo Grande overspande. Een project van Antonio da Ponte uit 1588, dat in 1591 wordt voltooid. Gaat zo nog een tijdje verder, beschrijft hij die architect die brug zo had gebouwd, dat hij ook rekening ermee hield dat handelaren op die brug een waar aan zouden bieden. Dat gebeurt vaak dus. Heeft hij een soort verschillende etages voor gemaakt. Maar, zegt Pfeiffer, wat de architect uit de 16e eeuw echter niet had voorzien, was dat daar aan de relingen met uitzicht over Campo Grande door iedereen selfies gemaakt zouden worden. Er was werkelijk geen doorkomen aan. Het schijnt dat ze de Rialto-brug in Las Vegas hebben nagebouwd en dat ze hem daar hebben voorzien van roltrappen. Dat zouden ze hier in Venetië ook moeten doen. Wanneer ieder een uitgebreid gaat stilstaan op bewegende trappen, zit er in ieder geval meer beweging in de zaak. Overigens werd mij op de Rialto-brug tot 3 keer toe in gebroken Engels gevraagd waar de Rialto-brug was. Okay. Goed, nou, ik wil het even bij water. Ik hoop dat er voldoende discussie in de stof is.